Dit is Link Media. Mijn naam is Mirjam en wij staan hier vandaag aan de Maasboulevard in Spijkenisse. Want hier vindt de Vlieger en Food Truck Festival 2018 plaats. De afgelopen jaren is het aardig druk geworden. 6000 mensen zijn er komen kijken. En vandaag lijkt dat ook misschien gehaald te gaan worden, want het publiek begint al toe te stromen. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. En de wind die is ook aanwezig. Dus dat is altijd belangrijk bij een Vliegerfestival. We gaan eens even een kijkje nemen. Ze zijn op het terrein nu bezig om iets op te laten. Ik weet niet of het een vlieger is. Het ziet er in ieder geval heel groot uit. We kunnen nog niet heel goed zien wat het gaat worden. Maar zo meteen als het in de lucht zit, dan verwacht ik dat we dat wel kunnen zien. Ik ben Roelof en wij komen uit het schone Drenteland. Die poes is 25 meter lang. Die is 25 meter lang. Ja. En wat is de planning qua hoogte om hem in de lucht te krijgen? Nou, we gaan hem niet veel hoger zetten. Dat je ook met die flatgebouwen erachter zit. En aan de kans dat je problemen krijgt, dat je hem op de straat krijgt. Dus we laten hem mooi zo op toon vliegen. Ja. En dan heb je toch wat in de lucht. Ja, ja, dat is waar. Dus poes komt gewoon af en toe even op de grond kijken en ja, dan springt ze weer de lucht in. Ja. Ja. En die andere twee die er boven hangen, die helpen hem. Die wat? Die helpen hem. Oké, nou dat is heel lief. Als je goed kijkt, dan zitten ze aan elkaar vast. Ja, dat is een soort duivelhoofdje, duivelshoofdje. En dat duiveltje, die wordt weer door die geholpen. Oké, dus dat is nog een hele constructie. Ja, lijkt het. Nou, er wordt nu een enorme soort UFO-achtige vlieger opgelaten. Hij draait al prachtig rond in de wind. Heel mooi, een soort regenboog is het, allerlei kleuren. Hij gaat richting de poes. Oh. Gaat dat goed? Gaat dat goed? Straks gaat de poes ermee spelen. Ja. Ja, de wind staat vanaf de Spijkenissenbrug deze kant op. Misschien staan ze net iets te dicht bij elkaar, de poes en de vliegende schotel. Nou, het gaat hier nog even niet goed. Poes en de andere vlieger zijn met elkaar in gevecht. Wie gaat er winnen? Ha, het lijkt wel een wedstrijdje. Nou, we staan hier bij meneer Gerry. Hallo. Nou, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. We zagen net een vlieger in de lucht, een hele ronde met allemaal kleurtjes. Wat kunt u daarover vertellen? Wat is dat voor type bijvoorbeeld? Nou, ja, alles lijkt natuurlijk op een vlieger als het wil waaien, maar als het een beetje wind staat. Maar dat is natuurlijk niet allemaal zo. Dat is een rotor. Dus eigenlijk is dat een dingetje wat gaat draaien zo gauw als hij last krijgt van wind. Ja. En dan schept hij wat wind op. Deze die heeft een totaal oppervlak van 150 vierkante meter. Een diameter van 18 meter. Zo, ja. En nu met dit windje, dan gaat het nog net. Maar als we windkracht 4 hebben, dan zit hij tegen de 1000 kilo aan te trekken. Dus dan kunnen we er helemaal niks mee. Eigenlijk alles wil vliegen, vliegeren of vliegen. Het heeft allemaal te maken met de wet van de aerodynamica. Een vliegtuig van duizenden kilo's, die gaat ook door middel van voorstuwing de lucht heen. Maar als dat vliegtuig niet een bepaalde vorm heeft, dan komt die never nooit van de grond. Ja. En dus eigenlijk is dat met een vlieger hetzelfde. Dus wij bouwen eigenlijk een soort vliegtuigje na, in een iets andere vorm. En we laten de wind daar overheen gaan, zo gauw als de wind aan de bovenkant en aan de onderkant, aan de achterzijde op nul uitkomt, dan vliegt die vlieger gegarandeerd. Kunt u nog vertellen waarom dat gat in die poes zit? Een gat in de poes, dat klinkt een beetje raar. Ja. Oké, ik verwoord het misschien bijzonder. Er zit een klep boven de ogen, zodat de wind erin kan. Ja. Dan vult die kat zich met lucht van binnen. Dan wordt die lucht wat een beetje warm, omdat die zwart is. Ja. En als die lucht de druk van binnen wat hoger is, gaat die klep weer dicht, zodat de wind er niet weer uitkomt. En dan gaat hij omhoog. En dan gaat hij dus vliegen. Ja, een klein beetje zoals met een luchtballon. Ja, daar wordt de lucht constant ingeblazen en ook warm gemaakt. Maar zou je een zwarte luchtballon hebben en die zit vol met lucht, komt die waarschijnlijk niet meer naar beneden. Maar dan wordt die lucht dus dan te warm. Heb je wel je geld eruit als je voor een ritje betaald hebt? Die kans is heel groot, maar het is naar boven toe, de weg is langer dan naar beneden toe, hoor. Is het Harley? Harley. Harley, oh zijn hij. Harley en? Lady. Hi Harley, wil je wat zeggen? En Lady, durf jij wat te zeggen voor de tv? King Charles, Hi, ik zie dat jij lekker aan het vliegeren bent ook, hè? Ja.
Wat is jouw naam? Evie. Evie, hoi, waar kom je vandaan? Uit de Zonnebloemstraat. Zonnebloemstraat, hier in Spijkenisse? Ja. Oké, wat voor vlieger heb jij bij je? Oh, wie heb je bij je? Is dat jouw papa? Ja. Hallo papa, wat is jouw naam? Leon. Hi Leon. Ja. Hi, je hebt het een beetje naar je zin hier. Ja hoor. Lekker weer zo, toch? Ja, het is perfect weer. Perfecte dag ervoor uitgezocht. Zo. Ja. Dat trekt veel publiek ook, dus ja. Ik vind het wel gezellig. Oh, even wachten, de vlieger gaat heel wild doen, zie ik. Goed, ja. Ja, daar komt hij weer. Goed zo. Goed zo. Heb jij die hand weer loslaten? Wat heb je op je vlieger staan? Een emoji. Oké. Met hartjes ogen. Ja. En een rolstaartje. Ja. Hij doet het goed, hè? Ja. Valt niet tegen. Nou, hier zien we in de lucht twee hele leuke diertjes. Een draakje en iets van een rode krokodil. Ik ga even vragen van wie deze vliegers zijn. Het ziet er wel heel leuk uit. Dag meneer, zijn die van u deze vliegers? Jazeker. Ja, wat zegt u? Jazeker, deze twee. Ja. Oké. Wat zijn ze precies? Want die ene is een draak die kan vliegen. Ja. En die andere? Ja, je kunt hem zien als een dino of een draakje. Net wat kinderen erin zien. Het is echt voor kinderen eigenlijk. Ja. Ja, het ziet er wel heel grappig uit. Ja, inderdaad. Het is zelf gebouwd, deze. Die heeft u zelf gebouwd? Ja, deze kleine. Ja, en hoe lang heeft u daarover gedaan? Geen idee. Af en toe wezen ze dan weer niet, dan weer wel. Dus hoe lang, weet ik niet exact. Nee. Ja, en wat is uw naam, maar waar komt u vandaan eigenlijk? Mijn naam is Henk. Ik kom uit Drenthe, uit Emmen. Drenthe ook al. Ja, we hadden daar ook al een aantal mensen uit Drenthe. Jullie vinden het gezellig hier volgens mij op Voorneputten. Ja, we komen hier al een aantal jaren, dus blijkbaar wel. Ja. We staan hier wel een beetje te praten tussen de bedrading door. Dus ik hoop dat het draakje niet te wild gaat worden, anders worden we misschien onthoofd. Hij is vrij rustig. Ja, even voelen. Het is wel heel stevig draad, hè? Piet, hij gaat je aanvallen, hoor. Uh-oh. Ga ik weer aan die grote trekken dan? Ja. Hallo, zijn jullie weer Nijntje aan het kijken? Ja, SD. Mooi is, hè? Mooi, hè? Ja. Hey, en hoog is hij. Kan je erbij? Kan jij erbij? Kan jij er aanraken? Ja. Ja? Bijna wel, hè? Ja. Maar je hebt zelf ook een konijn bij je, hè? Ja, hoe heet jouw konijntje? Kleine Nijn. Kleine Nijn. En die is mooi roze, hè? En deze is oranje. Ja. Ja, heel leuk. Heel mooi. Dit is wit. Ja, deze is wit met oranje. Ja. Ja. Hè? En papa, wat vindt u van Nijntje? Ja, ik vind het fantastisch. Ik hoor het elke dag van Nijntje. Ja. Maar hij is onwijs leuk, joh. En ik ben trots op mijn dochter en alles, hè. Hallo, wat leuk dat jullie hier zijn op het Vliegerfestival. Wat zijn jullie namen? Peter. En jouw naam? Liva. En waar komen jullie vandaan? In Rome. Uit Rome? Oh, dat is hier aan de andere kant van het water, hè? Ja. Ja, wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie van al die vliegers in de lucht? Leuk. Leuk, ja. En jij? Ook leuk. Leuk. En welke vinden jullie de mooiste? Die kat. En ik de draak. En jij de draak. Ja, die is leuk, hè? Ja. Dag meneer. Goedemiddag. Hallo, wat leuk dat u ook naar het Vliegenfestival bent gekomen. Ja. Wat is uw naam en waar komt u vandaan? Mijn naam is Theo en ik kom uit Spijkenisse. Oh, thuiswedstrijd. De voorgaande jaren zijn we ook geweest bij het Vliegenfestival. Ja. Ik vind het waanzinnig leuk. Het valt me alleen een beetje tegen dat er zo weinig publiek is. Ja. Zeker gezien het feit dat het hartstikke mooie vliegers zijn. Kijk, als je bijvoorbeeld daar ziet, dat is toch waanzinnig. Zo'n rog en een octopusje. Ja. Het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Echt waar. En het is mooi weer, het regent niet. Nee, dat hebben we voorgaande jaren ook gehad. Dit is een festivalletje wat gewoon iedere keer weer slaagt. Ik ben er heel erg blij mee met het festivalletje. Dat is leuk om te horen. Ja. Ook voor gemeente Spijkenisse natuurlijk. Ja. Nissewaard moeten we tegenwoordig zeggen. Nissewaard, ja. En de locatie is ook natuurlijk heel mooi. Hier aan de Oude Maas, Spijkenissebrug op de achtergrond. Mooi, hier de flatten van de nieuwe wijken. We wonen niet verkeerd in Spijkenisse. Er wordt wel eens gezegd, Spijkenisse is het niet. Spijkenisse is gewoon een mooie gemeente.
Nou, wij staan hier bij een stand van Wishing Well en ik heb hier naast mij... Mieke Kortman. Hallo, ja. Kan je vertellen wat er hier gebeurt? Ja hoor, ik kom zoals ieder jaar naar Spijkenis en dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb een kledingverhuur en ik heb kostuums en die maak ik ook in opdracht. Maar deze jurk heb ik speciaal gemaakt om kindjes aan te kleden in mooie prinsessenjurken of ridderkostuums of mooie prinsenpakjes. En dan kunnen ze even mooi zijn en dan maak ik mooie foto's van ze in een decoortje of gewoon hier op het gras met de vliegers erbovenuit, zo mooie foto's. En ja, kunnen ze even een dagje prinses zijn. Ja. Hi, wat is jouw naam? Demi. Demi, wat zie je er prachtig uit. Een hele mooie jurk in het paars. Ja, ik heb het heel dik. Ja, ja, je hebt een hele hoepel eronder. Ja. Ja, en je hebt ook een prachtige kroon op je hoofd. Ja, hoe oud ben jij? 4. 4 jaar. Ik ben ook 4. Ja, en wat? Ik ben 4,5. Jij bent 4,5. En wat is zij van jou? Mijn nichtje. Nichtje, jij bent het nichtje dus. Wat is jouw naam? Jamie. Jij ziet er ook prachtig uit en je hebt ook heel veel bloemen op je hoofd, hè? Ja, maar jullie gaan nu op de foto. Wat vinden jullie daarvan? Mooi. Nou, en wat doen we dan als echte prinsessen? We lachen en we... Doe maar even zo het handje. Zo, stil. Zo het handje. Ja, ja. Gaan we even een mooie foto ervan maken. Echt een statiefoto, hè, heet dat. Hi, mag ik jou wat vragen? Ja. Ja? Is jouw naam Mandy? Ja. Ja, hoe weet ik dat? Ja, omdat ik heet gewoon Mandy. Mandy, ja, en ik zie het ook op jouw vlieger staan. Ja. Ja, wat, ik zie daar ook een afbeelding onder. Is dat een Hello Kitty? Nee, poes. Oh, een poes, ja. Hello Kitty is ook een beetje een poes, een bobcat. Ja. Maar prachtig gemaakt, zeg. Ja. Ja, en ik zie dat je nu met paars aan het stiften bent. Ja. En welke kleuren heb je nog meer gebruikt, Mandy? Rood, een oranje, een bruin en... En ik zie een roze hartje hier ook. Dat heb je dan niet zelf gestift, maar dat heb je erop geplakt. Dat is van Vilt. Ja. Ja. En wat gaat er straks gebeuren als die klaar is? Gaat ze dat erop doen? Oh, dat touwtje bedoel je? Ja. En komt er ook een staartje aan? Nee. Nee, want ik zie hier een soort lintjes leggen. Die mevrouw staat ook met een lintje. Maar dat gaat bij jou niet gebeuren. Nee, volgens mij wel. Ik ben even in de war. Oké, ja, maar dat is natuurlijk op het eind. Hè. Eerst moet je vliegen natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. Ja, goed. Nou, ik ben benieuwd hè, of die, als je straks de lucht in gaat. Ja. Oké, veel plezier nog hè, Mandy? Ja, dank u wel. Hallo. Zijn jullie lekker aan het kruipen hier? Ja. Ja. Leuk, gaat er maar doorheen hoor. Durf je er doorheen? Goed zo. Oh, dan komt hij aan de andere kant er weer uit. Goed zo. En jij ging er ook doorheen, hè? Was het leuk? Moet je het nog een keer doen? Ja. 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 Oh, kijk, er komt er hier nog eentje aan. Ga maar hoor. Loop maar. Dag Monique. Jij gaat hier wat doen? Ja, ik ga sminken op het Vliegenfestival. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen worden. Oké. Okay. Ja. En jij gaat gesminkt worden? Een skelet. Een skelet? Zo, dat is cool. En wat is jouw naam? Eden. Eden. Nou, ik ben benieuwd. Laten we maar gaan beginnen. Komt-ie. Wat doe jij nu, Monique? Ik maak eerst een hele gezicht wit. En dan straks ga ik met zwarte lijnen eroverheen. Wat wordt er veel gevraagd, uw kinderen, om te gaan worden? Vlindertjes, prinsesjes. Oh. Lieve heersbeestjes, Spiderman. We proberen het niet te ingewikkeld te doen, want anders blijft de rij een beetje te lang. Nou heb ik een cameraman bij me, Piet. Misschien wil die ook wel een skelet worden. Zou dat leuk staan, denk je, bij hem? Kijk eens hem eens aan. Ja, hè? Ja, met die brilletje. Met een bril. Ja, een skelet met een bril. Dat is wel bijzonder. Ja, ik vind hem goed. Ja. Top? Ja. Nou, dan wens ik je een hele fijne dag nog. Kijk eens in de camera, jongen. Laat Piet eens zien hoe je eruit ziet. Nou, er gaat nu wat spannends gebeuren. Piet en ik zijn van positie gewisseld. Normaal sta ik altijd voor de camera. Maar nou gaat Piet een keer in beeld komen.
Piet staat nog even in de rij. Hij gaat proberen om in dit voorwerp te gaan klimmen. Via de touw. Nou, we zijn benieuwd. Succes, Piet! Daar gaat hij, daar gaat hij. Ja, ja. Ja, ja. Oh, dat gaat best rap, dat gaat best rap. We lopen even naar de andere kant. Kijk, daar zien we Piet weer. Hi, Piet! Even zwaaien, lukt dat? Of moet je vasthouden? Nou, dat gaat best goed. Volgens mij doet hij dat elke dag thuis. Ja, ja. Piet heeft veel over hoor voor de lokale tv. Goed zo. Applaus voor Piet. Yay. Hoe was het, Piet? Piet, hoe was het? Hoe vond je het? Zwaar. Zwaar? Niet, maar deze camera is hartstikke zwaar. Daar loop je heel de dag mee. Ja, nou ja. Ja, je hebt het goed gedaan hoor. Nou, als jullie zien worden er verschillende spelletjes hier voor kinderen aangeboden. Wij staan hier bij een oranje tent waarin dozen staan met een soort Angry Bird afbeelding. En de kinderen staan hier achter een houten geraamte. In het midden wordt door elastiek vastgehouden een plastic doosje met een tennisbal erin. De kindertjes trekken aan het doosje en dan is de bedoeling dat als een katapult de ballen richting de dozen in de tent gaan. Zoé, dat was een hele goeie van de jongen. Ja, maar doen. Ja, ja, dat kan. Ja hoor. Ja, doe er ruimte heen. Doe er ruimte heen. Mag ik nog een keer? Nou, nog één keer. Nog één keer. Twee keer. Yes. We gaan nou voor de doos. Hè. Dus ja. Lager. Ik kijk uit voor Piet. Ja. Oké, doe er ruimte heen. Ja. Wel goed gedaan. Daar hebben we Dick van de theatergroep. Hi ja. Dick. Ja. Hallo. Ik had gisteren mijn shirt nog aan, want ik was in het centrum. Ja? Want die meiden die waren daar aan het dansen. Ja? En ja, dat was gewoon leuk om te doen. Ja, ja. En vandaag ben je bij het Vlieger en Foodtruck Festival. Ja, ik kwam er toevallig terecht. Ik was helemaal niet van plan, ik wist niet eens het bestaat. Maar, oh ja, je bent er gewoon een keertje ja. In. Maar je mag eigenlijk met de fiets niet hier komen, hè? Ja, mevrouw, nee, mevrouw. Klaar. Heb je al wat gezien, Dick? Nou... Eigenlijk niet, nee. Ik ben op doorreis hier. Ik kom niet hiervoor, nee. Nou ja, goed, dat kan ook. Ja, maar ik zou toch even kijken, want er zijn daar hele mooie vliegers. Ja, die heb ik al in de lucht zien hangen. Dat ga ik op mijn gemak langslopen nu. Ja. Gaan lopen, ja. Hallo. Hallo. Hallo, wat is jouw naam en van welke scouting ben jij? Ik ben Ellen Faber en ik ben secretaris van de scoutingvereniging Ruwaard van Putten Groep uit Spijkenisse. En waar zijn jullie gevestigd? Welke locatie? Wij zitten in het Hartelpark. Oké, dat is vlakbij McDonald's. Dat klopt. Ja. Daar komen we ook nog wel eens, dat inderdaad. Kan jij, net als onze Piet natuurlijk, naar boven geklommen. Hoe vond je dat idee? Nou, dat ging best. Maar mag best wel vaker komen oefenen, want dan gaat het wat beter. Maar dat ging best nog prima. Dat ging goed, hè? Ja, ging prima. Ja. Absoluut. Geen ongelukken gebeurd. Nee, gelukkig. Nee. Maar ja, daar hebben we natuurlijk ook wat hulp zitten. Want ja. We willen natuurlijk niet dat er wat gebeurt. Nee. Nou, goed over nagedacht. En wat heb je hier nog meer aan attributen staan? Nou, wat wij hebben staan, de klimbaan begint hier. Dus dat is een hindernisbaan. Dan kunnen ze tijgeren onder het net door. Dan hebben we ook nog spijkerbroek hangen. Ja. Tussendoor nog wat kleine itempjes zoals wipwappen. En dan hebben we ook nog de bungee run. Dus dat is met allemaal banden. En dan moet je zo ver mogelijk zien te rennen. En dan word je teruggerot. Nou, Ellen van de Scouting, een van de leidsters, die gaat met de katapult die gemaakt is van autobanden nu een demonstratie geven. Ze gaat even laten zien hoe het moet. Ja, ja. Oh, kijk te gaan. Oh, ze haalt helemaal het einde. Ja, bijna. Nog een stukje. Tik ze hem aan. Oh, de bril valt. Oh jee. Nou, het ging best goed. Goed gedaan, Ellen. Ja, dankjewel. Was het zwaar?
Nou, het laatste stuk. Dan opeens denk je van, ik ga nog een stukje. En dan voel je hem opeens de energie terugtrekken. Dan val je bril van je hoofd. En dan val je bril van je hoofd. Nou, ik vond dat je het goed gedaan hebt. Nou, dankjewel. Ja, dit was ons bezoek aan het Vlieger en Voet Festival 2018 in Spijkenisse. Voor ons zit het erop, maar de mensen blijven hier nog eventjes gezellig doorgaan.